BNP Paribas Fortis stelt voor. Mijn eigen top 3. Dat vind ik een moeilijke op. Omdat bijvoorbeeld, allee, Boys, dat is gedateerd, dat is pijnlijk gedateerd zelfs, maar dat is een kind van zijn tijd. Ik zal dat nooit verlogen, omdat ik daar ook alleen maar warme herinneringen aan heb. Maar als je nu zo zou proberen om dat wat te objectiveren, dan wat zou er in die top 3 staan? Het Vonnis, Dossier K en Buitenspel. Denk ik. Dus je wordt beter met Buitenspel is toch ondertussen ook al een jaar of 15 oud en zo, maar ik ben een beleefde mens, dus je stelt mij die vraag en ik geef daar antwoord op, maar eigenlijk is dat een onmogelijke vraag, omdat ik de eerste teamspeler ook nog altijd een hele fijne film vind en zo. En Alias, weliswaar wat op twee benen hing, maar technisch er ook wel staat, dus het is moeilijk. Maar zo, als ik probeer waarvan ik denk dat heel veel mensen iets aan zouden kunnen hebben, dan denk ik dat die drie zijn. Dat is je top 3. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.